Nou, hij staat aan hopelijk, dus ga je gang. Mijn vraag is, hoe spoor je een overtuiging op en hoe neutraliseer je die? Kan je daar iets over zeggen? Zeker. Zal ik het doen? Je weet het niet. Het begint met gewoon observeren. Dus in het algemeen hebben we weinig zin om dingen op te sporen waar we geen last van hebben. Mm-hmm. Maar wat je ook kan doen is gewoon een aantal dingen opschrijven. Gewoon waar je in gelooft. Waar je aan hecht. Want de meeste dingen waar we last van hebben zijn de dingen waar we aan hechten. En dat kan positief zijn, van ik vind het heel belangrijk om bij me te houden. Of iets waar je je graag tegen afzet. Want zowel wat je vastklampt als waar je tegen vecht, daar zit je aan vast. Dus een beetje goed kijken wat er gebeurt, dan krijg je ze vrij snel in beeld. Of gewoon een keer ervoor gaan zitten. En dan niet een uurtje, maar gewoon een paar weken. En gewoon noteren waar je allemaal in gelooft. Dit is waar, dit hoort zo, dit moet zo zijn, dit wil ik wel of niet. Want de basisbewegingen zijn vrij simpel. We willen iets te pakken krijgen of we willen iets kwijt. Nou, dat zijn twee categorieën waar je dingen in kan vullen. Dus wat wil ik graag kwijt, wat wil ik graag hebben. Mm-hmm. Nou, vervolgens kun je daar eens gewoon naar kijken wat de consequenties zijn. Dus als je één overtuiging pakt, kijken wat zijn nou de effecten daarvan. Dus heel veel mensen willen graag controle. Nou, wat levert dat op en wat kost het? Probeer dat eens in beeld te krijgen. En dat is dus allemaal op een beschouwelijk niveau. Je kunt ook gewoon kijken welke emotie ermee gepaard gaat. Want ieder fenomeen heeft gewoon twee simpele aspecten. Een emotionele lading en een verhaaltje. Dus vanuit het beschouwen kunnen we het verhaaltje proberen helder te krijgen. En zien wat daar de plussen en minnen van zijn. En op het emotionele vlak, welk gevoel levert me iets op als ik iets te pakken krijg? En de omkering daarvan, wat probeer ik ermee weg te houden? Mm-hmm. Dus waar ben ik voor op de loop? Als ik dit heb, hoef ik dat niet te voelen. Als je dat dus meer in beeld krijgt, dan zullen bepaalde overtuigingen, dat kunnen zijn overtuigingen waar je last van hebt, dat zal dan ook... Als je het meer in beeld krijgt, neutraliseren. Nou, niet alleen als je het in beeld krijgt, als je er echt in doordringt en ze sloopt. Precies, ja. Dus ja. Alleen wat je sloopt, valt weg en ja, je krijgt dan in feite de ruimte voor terug. Dus het gaat er dus niet om een betere overtuiging te krijgen. Nee, dat snap ik, ja. Dus het gaat erom om ruimte te scheppen, want je zou kunnen zeggen... dat overtuigingen zowel richting geven als je het zicht belemmeren. Mm-hmm. Dus hoe harder ik in iets geloof, daar gaat mijn aandacht naartoe. Dan ben ik heel erg gefocust. Nou, focus is oké als ik iets voor elkaar wil krijgen. Maar als ik de hele tijd in een focus blijf zitten, verlies ik al het andere uit beeld. Dus tijdelijke focus is goed als je iets aan wil pakken, maar als je de hele tijd gericht blijft op één dingetje, dus een angst proberen te vermijden of zoveel mogelijk geld bij elkaar willen harken, dan wordt alles ondergeschikt daaraan en dan ga je dus wedden op één paard. En er zijn meer levensaspecten dan het ene ding waar je op gefocust bent. Ja, precies. Dank je wel. Hoi. Ik zit nu heel erg in het al mijn overtuigingen losgelaten te hebben, zeg maar, onderzocht. En ik vind het een beetje, ik vind het heel spannend. Ik kom heel erg uit op de angst van inderdaad geen houvast meer hebben aan niet meer willen weten, of niet meer kunnen weten, niet meer kunnen begrijpen. Van wat? Van al die overtuigingen waarvan ik dacht dat ik ze begreep.
het gevoel dus het houvast, de houvast kwijt te zijn. Jij zegt dus van zo'n overtuiging is een richting. Dus is er nog een overtuiging dat je houvast moet hebben. Wat nou als dat niet het geval is? Ja, oké. Okay. Want de meeste dingen, als we gewoon een beetje helder zijn, die wijzen zich vanzelf. De hond staat in brand. Nou, als je om hem geeft, dan blus je hem. Geef je er niet om, dan ga je kijken en daarna eten misschien. Barbecue. Het wijst zich vanzelf heel veel dingen. Dat voel ik heel vaak, dat als ik in die stilte zit en wees stil en dan valt inderdaad alles weg en dan zit ik in die ontspanning. Maar het moment dat ik dan weer in het dagelijks leven, zeg maar, mijn dingen doe uit dat gevoel ben. Ja, ik neem dat dan niet meer mee. Dan laat ik dat soort los en dan ga ik weer in het leven. Ja, dus leven. Dan maken we er of van, alsof we niet vanuit stilte, of hoe je het wil noemen, ook kan handelen. Ja. Dus dat is de oefening eigenlijk, om dat gewoon mee te nemen. Ja. Het gaat erom, uiteindelijk gaat Advaita erom dat je ontdekt dat je bewustzijn bent. En dan niet alleen als je stil op de bank zit of op een meditatiekussen, maar gewoon de hele tijd. Dat is het handigste ook. Ja, eigenlijk wel. En het is ook het meest waar nog een keer. Dus dat is ook wel gunstig. Ja. En dan wordt er gewoon gezien hoe er gehandeld wordt in een gegeven situatie. Want we zijn altijd nu eenmaal in een situatie. Er is niet een of ander ikje die loshangt van de rest of iets dergelijks. Je bent altijd in situatie, in een omgeving, in een gebeuren. Het voelt zo, it wasn't me, zo van ik heb daar geen enkel aandeel in. En alsof je dan een soort van, ja, een soort slaaf bent eigenlijk. Of dat is dan ook zo. Van wat? Van het gebeuren, van het leven, dat je daar helemaal geen zeggenschap over hebt. Natuurlijk geen keuzes. Wel. De zeggenschap komt toch op van ik heb wel zin of geen zin om de hond te blussen. Ja. Dus er wordt geobserveerd feitelijk dat er een actie plaatsvindt of geen actie plaatsvindt. En vervolgens wordt er geobserveerd dat de actie, als die komt, die en die effecten heeft. Waar misschien weer, er komt een nieuwe situatie uit, dus dat doet misschien een nieuw appel. Of er wordt niet gereageerd, dat geeft ook resultaten en daar volgt weer iets uit. Het is dus eigenlijk gewoon de hele tijd een volgen. Ja, wel het volgen van een impuls die je dan Ja, en die kan van binnenuit komen, zoals we dat dan noemen, of van buitenaf. Dat maakt eigenlijk geen enkel verschil. Ja. En als er geen impulsen zijn, nou, dan is het stil. En aangezien alles tijdelijk is, is het soms stil of zijn we, laten we zeggen, in een passieve modus en soms in een actieve modus. Het wordt pas een probleem als we gaan zeggen het moet altijd passief of het moet altijd actief zijn. Want dat gaat niet lukken, eb en vloed, weet je wel. Ja. Dus er zit nog steeds een overtuiging in, tenminste die proef ik, dat er een ik is die wel of niet iets zou moeten doen. In plaats van dat er gewoon geobserveerd wordt, er wordt iets gedaan of er wordt niet iets gedaan met X-resultaat of Y-resultaat. Ja, ik ga er weer. Zo het gevoel dat ik een beslissing moet nemen, dat ik iets moet doen. Ja, exact. Dus de overtuiging is nog steeds dat er een ik is die beslist. Nog een stapje terug, dan zie je gewoon, er zijn interne kwaliteiten en onmogelijkheden en geneigdheden en programming en whatever. En er is een situatie, die werken op elkaar in en daar komen resultaten uit. Dat is de feitelijke situatie, die ik, die verzinnen we erbij. Ja. Dus dan is het meer als de keus niet gemaakt wordt, dan is dat de consequentie. En als de keus wel gemaakt wordt, is dat de consequentie. Ja, en ze zullen allebei op hun beurt weer hun consequenties hebben. En in beide gevallen zijn die eigenlijk niet echt te overzien. Nee. Vooral niet als we, waar we het net over hadden, een bepaalde focus hebben. Want dan zien we vaak heel veel consequenties niet, die niet direct gerelateerd zijn aan de focus. Maar die er wel zijn. En dan die komen soms per verrassing een jaar later. Maar toen deed jij dit of dat. Ja, dat klopt, maar ik was niet met jou bezig. Nee, dat bedoel ik. Waarmee ik dus ook bedoel van, er is geen manier van leven mogelijk
waarin alle consequenties gunstig zullen zijn. Nee. Of dat je nooit afgerekend wordt ergens op. Nee. Nou, dat kan leiden tot een enorme verkramping of tot een enorme openheid. Want aangezien ik toch niet alle variabelen onder controle heb, kan ik net zo goed gewoon mij zijn en zien wat er van komt. Ja. Voor zover ik kan zien wat er van komt. Mijn valkuil is dan maar blijven zitten veilig, want dat is bekend. In plaats van toch die stap doen, right, wat ik heel erg voel van een impuls. Ja. Ja, waarom niet gewoon het opvolgen en kijken wat er gebeurt? Ja. Voor zover, nogmaals, je kan zien wat er gebeurt. Want niemand ziet alles. Nee. En dan wordt de oproep beter dat dan maar blijven zitten in een... Nou, kijk, het feit dat je dat geprobeerd hebt, dat gaf dus al een bijeffect van frictie. Daarom breng je dit naar voren. Dus je wordt gewoon gedwongen. Je besloot niet van ik moet dit thema, weet ik veel, gaan uitvogelen. Er gaat gewoon spanning over ontstaan. Het zit niet lekker. Iets voelt of weet, dit klopt niet. Ja, maar qua logica kom ik er niet uit. Nee. Ja. Tot nog toe. Alles is vrij logisch eigenlijk. Ja. Oké. All right. Dank je. Op een moment, toen zat ik wat te herkauwen, zoals ik het wel vaker doe, kwam een hele hoop gedachtes, mooie inzichten omhoog. Maar merkte ik van, hoe verdraaid, verkleefd je als bewustzijn bent aan die hele gedachtentrein. En toen viel er een soort van kwartje of was een grote schok van, hey, laat die gedachtentrein los en blijf gewoon waar je bent, in het hier en nu. Maar in het gedachtenverhaal zelf zitten zoveel pointers inmiddels van die me weer herinneren, oh ja, nee, terug naar het hier en nu. En dat is, nou, de helft van de keren kom ik, na 3 tot 5 gedachtenstappen, kom ik jou tegen. En dan, oh ja, nee. Godverdamme. Ja, lijkt me irritant. Dan schrik ik dus weer naar het hier en nu. Dan denk ik, oh, daar moeten we niet zijn. Maar ja, dat wou ik delen. Dank voor de pointer van de ondertiteling. Alright. Nee, ja, misschien heb je nog een reactie op of niet. Maar. Nee. Oké, thanks. Hallo. Hoi. Ik herken heel erg wat hij zegt, maar jij geeft er geen reactie op. Ik zou het wel leuk vinden als je er toch een reactie op hebt. Ik snap niet zo goed, denk ik, waarom er een conflict van gemaakt wordt. Dus, ik ben dat. En soms ben ik dat met gedachten en soms zonder gedachten, maar ik zie het probleem niet. Nee. Oké, ja. Het is natuurlijk een andere ervaring. Nou, ik denk dat dit wel belangrijk is. We hebben de neiging om de hele tijd 2 dingen tegenover elkaar te zetten. En alsof dan een soort gedachteloze toestand er altijd zou moeten zijn. Je wilt toch geen steen worden? Een steen denkt nooit. Het is altijd in het hier en nu, altijd aanwezig en zo, maar je hebt er niks aan. Plus je bent geen steen, dus ik heb veel liever dat iemand beseft dat hij die openheid of dat bewustzijn is en dat er verschillende modificaties zijn. Atmananda die zei een keer heel mooi van bewustzijn plus gedachte heet mind, bewustzijn zonder gedachte heet gewoon bewustzijn. Nou, dat zijn allebei modificaties van hetzelfde. Soms heb je nog een interessantere combinatie, dan is er bewustzijn plus gedachten en emoties en kniepijn.
Allemaal tegelijkertijd, maar er is geen enkel conflict. Tenzij ik zeg, er mag maar één van die elementen zijn. Dus op het moment dat ik ga zeggen, deze toestand is hoger dan een andere, heb ik een probleem gecreëerd. Geen bevrijding bereikt. Dus het doel is niet een of andere gedachteloze toestand. Die mag af en toe optreden. Dat is fantastisch. En dat we daar af en toe aandacht voor hebben, dat is hartstikke mooi. En dat doet iets met het systeem. Maar gaan zeggen, er moeten geen gedachten zijn, wat de uiterste consequentie ervan is, lijkt mij raar. Ik had liever dat mensen leerden nadenken. Als er dan toch een gedachtenstroom is, laat het dan een heldere zijn en een die logisch is. Weet je wel, in plaats van emotionele heisa die wij aanzien voor gedachten. Van mi, als er maar niet dit gebeurt en ik hoop dat het goed gaat en volgende week sollicitatiegesprek en dan heb ik al een week lang een sollicitatiegesprek. Waarom? Dat is op dinsdagmiddag 3:00. En dan krijg ik die kutbaan wel of niet. Wie wil er nou werken eigenlijk? What the fuck is that about? Ja. Maar wat ik wel een beetje lastig vind, zeg maar, is dat vanuit de science-positie kan je wel zien dat het allemaal een beetje lariekoek is. Dus niet alles. Mij, nee, ik zie ook wel dat je kan leren volwassen te denken bijvoorbeeld. Dus meer de logica en zo ziet. Dus dat lukt me dan ook wel. Maar oké, ik neem het mee. En het is wel interessant allemaal. Het punt is nogmaals, waar Advaita om gaat, is dat er gerealiseerd wordt, ik ben bewustzijn. Niet dat er gezegd wordt, gedachten zijn slecht. Of iets dergelijks. Ik heb bewustzijn nog nooit horen roepen dat gedachten slecht waren. Of weg zouden moeten. Het zegt namelijk nergens nee tegen. Ook geen ja trouwens. Dus wij verzinnen dat er dit meer moet en dat minder. En zo lossen we eigenlijk niks op. Maar we houden het treintje van het problematiseren van dingen gaande. Maar de vraag is eigenlijk veel interessanter. Wat vindt bewustzijn hiervan? Dat er nu gedachten zijn. Je zou ook zelfs nog kunnen zeggen, het feit dat er gedachten zijn, bewijst dat er bewustzijn is. Want probeer eens te denken zonder. Dus ik heb wel eens geroepen, iedere gedachte is eigenlijk een spiegeltje waarmee je kunt ontdekken dat jij er bent. Iedere emotie ook. We kunnen natuurlijk ook aan de slag met al die gedachten en al die emoties gaan uitzoeken. Nou, dan ben je lekker bezig. Maar je kunt het ook gebruiken als een reminder aan, ah, ik ben er al. En waar is dat bewustzijn? Ja, altijd hier, altijd nu, want dat is het enige wat er is. Dus I get that. Maar ik zit nooit mijn best te doen om hier en nu te zijn, want ik zou niet weten waar ik anders zou moeten zijn. Dus ik kan niet in het hier en nu en dan alweer uit, hoewel ik goed snap wat er mee bedoeld wordt. Maar van mijn perspectief uit is het de grootste larie die er is, want er is alleen maar dit hier. Het is niet iets waar je in en uit, probeer er maar eens uit te komen. Zelfs als ik een herinnering heb, is die hier. En die herinnering zegt overigens niets over wat er toen was, want zoals ik begrepen heb van mensen die dat onderzocht hebben, herinneren we eigenlijk ons nooit de oorspronkelijke situatie, maar de laatste herinnering van een oorspronkelijke situatie. Dus als je iets 20 keer herinnerd hebt, dan heb je de 19e herinnering die je herinnert, waarvan je denkt dat het het oorspronkelijke ding was. Dus dat is ook al geestig. Je zit dus de hele tijd kopieën te herinneren en met iedere kopie verlies je iets van werkelijkheidswaarde. That's funny. Heb ik gelezen, dat is leuk. Ik kan denken, dus ik kan lezen. Fijn, want anders had ik de hele tijd alleen maar dat bewustzijn zo. Wat een beetje daar zo hangt te niksen. Ja, want daar was ik wel benieuwd trouwens naar. Je leest ook nog wel allemaal boeken. Maar... ja, fantastisch. Maar ik vind heel veel boeken dus niet meer interessant. Ja, ik ook. Jou en al het andere is voor mij een beetje een verhaal in stand houden, zeg maar. Ja, dat kan. Dus ik ben benieuwd hoe jij dat dan doet met boeken. Nou, heel lang las ik dus ook van alles niet. En alleen maar van die Advaita shit. Ja, dan weet je, hè, dus je bent water en dan lees je boeken over water. En vervolgens ontdek je dat je water bent. En ja, dan vind ik dat niet meer interessant. Dan lees ik liever boeken over stenen. Of honden, al dan niet brandend. Of
Dus dat vind ik interessant en dan leer ik een heleboel dingen, want wat ik ben weet ik al. Maar over tal van zaken die ook plaatsvinden en van belang zijn in het intermenselijke of whatever, gewoon omdat ik het interessant vind, er zijn een heleboel dingen die ik niet weet. Het is echt onvoorstelbaar veel wat ik niet weet. Maar het is toch nog altijd een verhaal? Het zijn niet per se romans, dus... Ja. Hoe dingen werken vind ik interessant. Hoe mensen denken, hoe ze tot oordelen komen. Al dat soort dingen heeft niet per se met Advaita te maken. Maar ik heb eigenlijk ook geen interesse in Advaita. Nee. Het is mijn werk. Maar ik zit thuis nooit over Advaita te praten. Kom Kasia, zullen we eens gezellig over bewustzijn hebben? En jij hoeft niet meer bezig te zijn met erin en eruit. En nee. Voor zover erin en uit is niet, maar... Dat is jouw zoektocht niet meer natuurlijk. Maar het is verder prima van als dit je te pakken hebt, dat je daar dan je aandacht op richt. En wat ik al zei, van als iemand ergens op gefocust is, dan verdwijnen andere dingen uit beeld. Dus jarenlang, vroeger, las ik alleen, als ik al las, Advaita stuff. Ik keek geen tv, ik keek niet naar het nieuws. Weet je wel, die hele wereld die interesseerde me geen reet, want dat ene ding moest uitgezocht worden of doordringen. Nou, op een gegeven moment is dat dan klaar, dan heb je weer ruimte vrij. Dus ik was heel blij met Netflix en met boeken. Want ja, wat mag ik anders doen? Ja, een beetje schrijven, maar je kunt ook niet de hele dag schrijven. Zoveel goede ideeën heb ik nou ook weer niet. Ik geef anderen ook mijn even de ruimte, want ik kan blijven kletsen. Dus bedankt in ieder geval. Kijk, de pest is van bevrijding, dat je daarna... vrij hebt. Het werk is gedaan. Blijkbaar had dat ding nog geen zin tot nog toe, hoewel ik er alles aan doe om uit elkaar te vallen. Ja, nee, dan ga ik maar een beetje lezen. Want dat kan ik. TV kijken ben ik ook heel goed in. En voor de rest, ja. Met andere woorden, zelfs als je wakker bent, je moet toch wat. En vroeger, toen dat proces nog bezig was, vond ik het heerlijk om uren in stilte te vertoeven. Ik vind er nou geen ruk meer aan. Dus ben ik blij met alle en dankbaar aan alle schrijvers en filmmakers en seriemakers. Vanavond kunnen we eindelijk naar Undercover kijken. Heerlijk. Dus. Heel fijn. Eigenlijk is bevrijding maar één dingetje. Het is dat je niet meer de godsganse dag met jezelf bezig bent. Dus in de onbevrijde toestand loop je eigenlijk constant... hoe het met mij gaat en daar ben je van alles aan het frummelen om dat dan beter te laten worden. Als je wakker bent, dan is dat dus weg. Dan hou je zeeën van tijd over. Dan zit je zo en dan wil je nog zo van hoe is het met mij, maar er is geen mij te vinden. Dus ja, dat is eigenlijk altijd goed. Dan... teksten. Leuk. Iemand anders gaat schilderen of wandelen of muziek maken. Beetje kletsen met de buren. Ja, ik niet dan. Maar. Dus eigenlijk is bevrijding niks anders dan het uiteenvallen van de zelfobsessie.
Eerst was je de belangrijkste factor. Iedere dag, iedere seconde. En de hele tijd in de gaten houden hoe die zich voelt en hoe het ermee gaat. En daarna, als de boel zich omkeert, dan ben jij de minst interessante fenomeen in het blikveld. Het is heel teleurstellend dus wakker worden, hè, voordat ik. Want die heeft zich zo verschrikkelijk druk gemaakt erom. En als het er dan is, krijgt hij niets. Nou, erg blij worden jullie er niet van, hè? Jezus. Zou bevrijding ook kunnen zijn gewoon het wegvallen van de vraag? De vraag die niet eens een letterlijke vraag is met woorden, maar de vraag in jezelf. Je zou er een woord aan kunnen geven, wat is waarheid? Of ja. Gewoon die vraag die maar blijft en blijft en blijft. Waar geen antwoord op is, dat weet ik ook wel. Maar het antwoord is dat die vraag wegvalt. Yes. Daarom noemde ik het ook het einde van het zoeken. Je zou ook kunnen zeggen het einde van het vragen. Er valt niks te vragen, behalve hoe duur zijn de sinaasappels, meneer. Ja. 2,95. Oh, mooi. Ik hoef ze niet. Waarom vroeg je er dan aan? Ja, vond ik leuk. Ik lust geen sinaasappel. Ja, en dat zoeken valt niet weg door een antwoord. Maar het zoeken valt weg als het zoeken wegvalt. Of ja. Dus het hele proces zou je kunnen zien, als je het onpersoonlijk bekijkt, als het opbranden van het vragenvuur. Ja. En als jij zegt bevrijding, is het... Je stopt met je bezighouden met het ik. Zou je dan dat ik bijna gelijk kunnen stellen aan het zoeken? Yes. De ik en het vragen, die hangen samen. Die zijn onlosmakelijk verbonden. En er zit altijd een element in van onveiligheid of angst of hoe je het wil noemen. En daarom willen we die vraag hebben. Of eigenlijk het antwoord. Ja. Daarom zoekt iedereen naar een antwoord, zodat die vraag wegvalt. We willen dat het stopt. Ja. Maar de pest is dat, tenzij het in een ideale situatie, wat ze in de Zen dan kerende woorden noemen, het antwoord kan eigenlijk in principe niet van buiten komen. Wat wel kan, is dat het vuur wordt aangewakkerd, dat er helderder gekeken wordt, beter gevoeld en geluisterd, bladibladibla. Zodat dat vuur gewoon sneller opbrandt. Dat kan wel. Dus er zijn settings die gunstiger en ongunstiger zijn, waar we onszelf innerlijk of uiterlijk in kunnen begeven. Maar het antwoord kan nooit komen in de vorm van, dit. En toch doen we dat de hele tijd. Hoe zit dit en dat? En hopen we op een antwoord, zodat het hier kalm wordt. Ze willen de spanning kwijt. We willen eigenlijk dood. Dat is wat het betekent. Al het zoeken naar rust is eigenlijk de doodsdrift. Niet per se sterven lichamelijk, maar je wil dat het leven stopt. Want wat is leven? Heisa. Nou, aan de ene kant zijn we verslaafd aan heisa, we willen die prikkels. Dus, en we willen die stilte. Dus het gaat de hele, het leven is de hele tijd spanningswisseling, zou je kunnen zeggen. Dan voeren we de spanning op en dan moet hij weer gaan liggen. En dan wel liefst wanneer ik dat wil.
Ja, en het gekke is dat die vraag dus... Misschien is het alleen maar een vraagteken, maar dat er geen woorden soms... Die vraag heeft gewoon niet eens woorden soms. Of het is het zoeken of een vraagteken, of ik weet het niet. Maar ja, een gevoel... Meestal is het een variant eigenlijk van hoe moet ik leven? Ja. Hoe word ik veilig? Zonder woorden, het is gewoon... Ja, wat is dit? Ja. En als die wegvalt, is dat een hele rare toestand, omdat we ons leven lang, en ook alle anderen, als we onze ogen een beetje open hebben, zien we dat alle anderen ook door datzelfde vuurtje voortgedreven worden. En allemaal net doen alsof ze weten hoe het zit en zo. Als dat wegvalt is heel raar, want je maakt dat nooit mee, behalve dan heel eventjes tijdelijk als je back off bent of drugged out of your mind of je danst je een ongeluk, dan vergeet je ook jezelf. Dus aan de ene kant zeggen we de hele tijd dat we op zoek zijn naar onszelf, maar dat wat we zoeken is eigenlijk het vergeten van jezelf. Maar dan permanent. Maar dat lukt de hele tijd niet, dus die spanningswisseling die blijft erin zitten. Als dat uitblijft, dus als er geen bezorgdheid meer is over mij, is dat een hele bizarre toestand. Dat kennen we niet. Dus de meeste mensen die in zo'n toestand komen, die gewone mensen, jullie niet, maar gewone mensen noemen dat geluk, dat een half uur maximaal, en dan gaan ze ruzie maken, ze worden zenuwachtig, ze gaan uit hun tassen nog een paar moeilijkheden opdiepen, want ja, het is gewoon niet oké als alles oké is, dat kan niet. It's very funny. Dankjewel. Ja, hierop aansluitend, zijn altijd alle vragen vanuit je ik die zichzelf nog aan het zoeken is? Want in mijn ervaring heb je ook wel eens vragen die komen omdat je het gewoon heel interessant vindt om te onderzoeken hoe iets in elkaar zit. Sure. Wat niet per se met dat ikje te maken heeft. Zeker. Daar is wel een verschil tussen. Absoluut. Ja. Daar ben ik voor. Ja, anders is er, zoals je zegt, geen zak meer aan allemaal. Als je nooit iets... Maar het grootste deel gaat dus inderdaad over die ik in directe zin of afgeleid. Dus sommige van onze interesses, die kunnen op een verkapte manier nog steeds terugslaan op die ik. Dus om iets uit te zoeken, zodat ik er later voordeel aan heb of weet ik veel wat. Ja. Maar er is ook gewoon, en daarom doe ik vooral in mijn laatste boeken daar ook een oproep toe, gewoon... interesse hebben in dingen omdat het interessant is en niet omdat het mij per se iets oplevert of kost of whatever, maar gewoon, het is interessant. Of weten hoe iets werkt of een vaardigheid ontwikkelen of weet je wel. Waarbij je dus inderdaad uit die sfeer gaat dat het meteen een belang voor mij moet dienen. Maar gewoon puur omdat het interessant is. Maar dat kan pas als er ruimte begint te ontstaan, om het maar even zo te zeggen, in die ik-sfeer. Als alles overwoekerd is door me, 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 dan is iemand eigenlijk per definitie ongeïnteresseerd. Maar dat voel je ook, want dat voelt beklemmend. Terwijl zo'n andere vraag, daar krijg je toch wel een soort van energie van. Ja, exact. En dat heeft dus te maken met wat ik net zei, van op dat moment ben je eigenlijk jezelf vergeten. Er is gewoon mind in actie, maar die is niet van iemand. Iets is gewoon interessant en dan kunnen we eigenlijk, zou je kunnen zeggen, van een afstandje zien waartoe de geest in staat is om dingen te begrijpen of te doorgronden. Dat fenomeen aan zich is al fantastisch. Of als iemand iets maakt, dan is er ook vaak een ontkoppeling. Dus als ik iets maak, een beeld of muziek of gewoon kunst in het algemeen, weet je wel, dan kan dat komen omdat ik een dadendrang heb. Maar als het goed is en het proces gaat echt aan de gang, dan ga ik eruit. En dan doet het proces zichzelf. En dan naar de hand, dan ben je uren bezig geweest, dan komt hij weer terug normaliter. En dan, wow. Ja. Dan zetten we onze naam er wel onder, maar waar het precies vandaan kwam. Ja. En dat voedt zichzelf totdat dat op is en dan gaat het misschien weer aan de andere kant op, de interesse. Yes. En hoe losser die sfeer is, hoe minder er dus ook aan gehecht wordt. Van, dat is gedaan en dat is leuk en tof. Als een ander het leuk vindt, is ook tof. Maar het systeem is alweer verder. Van... Ja.
Next. Gewoon uit interesse, omdat het leuk is om creatief te zijn. Dank je. Ja, ga je gaan. Ik vroeg me af, ik hoor ook wel eens op jouw YouTube dingen en zo, mensen die dan zeggen van alles vervaagt of meer een, weet ik veel, dat je de lijnen niet waarneemt of zo, ik noem maar wat of zo, maar ik heb juist het gevoel dat het dat er niks nuchterders is dan wakker zijn. Maar misschien ben ik dan nog niet wakker genoeg of zo. Nee, het punt is gewoon dat er heel veel bewustzijnsmodificaties mogelijk zijn. Als de boel helemaal stilvalt, dan kan zelfs al het visuele, auditieve, dus het hele zintuigelijke apparaat uitgeschakeld worden. Dan zie je dus niks meer, dan is er niemand en ook geen wereld. Dat is ook mogelijk. Dus er zijn allerlei tijdelijke toestanden mogelijk. Want zoals ik het nu een beetje zie, kijk, de nuchtere uitvoering, zeg maar de logische benadering, is het gewoon alleen dit, wat je kan waarnemen. Als je ook een blurry ziet of niks meer ziet, wat gebeurt er dan? Ik bedoel dan gewoon een andere bewustzijnsmodificatie. Dit wat je nu waarneemt is ook voor een heel groot deel training. We hebben geleerd om objecten waar te nemen. We zouden massaal ook hebben kunnen leren energie waar te nemen. Als je dat hebt, dat ervaart, dan zie je de stoel anders of zo? Of, Yes, of course. Dus dat wij geleerd hebben de dingen als concrete statische objecten te zien, is door jarenlange training. En daar is niks tegen, alleen er zijn andere manieren van waarnemen ook. En dat doe je eigenlijk de hele tijd al. Voelen bijvoorbeeld is een andere manier van waarnemen. Dus die stoel die kan er zo uitzien, maar als ik mijn ogen dicht doe en ik probeer hem te voelen, krijg ik een gevoelsimpuls of gevoelsinformatie. Nou, die heeft niet die kleur en ook niet die vorm. Het is gewoon, mijn oogjes hebben geleerd om de dingen als losstaande objecten te zien. Mijn oogjes hebben bijvoorbeeld ook geleerd om de ruimte niet te zien, terwijl die er wel is. Er is geen object waar te nemen als er geen ruimte is. Maar we hebben geleerd dat uit te filteren. Ja, dat van die ruimte kan ik volgen. Ja, zeker. Dat vooral, in mijn beleving tot nu toe, zeg maar. Vooral als erop gewezen wordt, want net dacht je er niet over na. Nou ja, daar ben ik zelf het meest mee bezig in, zeg maar, wat in mijn gevoel dan meer het wakker zijn is, zeg maar. Dus dat je meer bewust bent dat je deze hele ervaring bent. Dat ervaar ik het dan zo, zeg maar. Goed. En dat heeft met aandacht te maken. Maar er is dus ook nog die ruimte en er is ook nog het bewustzijn zelf wat de boel waarneemt. Waarmee ik dus wil zeggen dat we altijd een hele hoop dingen niet constateren. Dus als ik ga zeggen van wakkerheid heeft ermee te maken dat ik hier aandachtig ben en dan is er alleen maar dit. Ja, dat is waar, maar er is ook nog ruimte en er is ook nog bewustzijn. Nou, dat bewustzijn maakt het geen reet uit of een individu aandachtig is of niet. Het maakt voor het individu uit. Maar bewustzijn kan glashelder waarnemen dat ik aandachtig of onaandachtig ben, of fit of moe als organisme. Maar bewustzijn is nooit fit of moe. Het moet ook misschien bij het persoontje wat
op aarde is gekomen. Bij het persoontje moet het passen of ik ooit een stoel waarneem misschien als een substantie of zo. Het hangt van interesse. Het hangt gewoon van interesse af. En het is verder niet belangrijk. Ik zeg alleen maar, er zijn andere manieren van waarnemen. Dus het oogmerk, om het maar zo te noemen, wat wij hebben, bepaalt heel erg wat wij zien. Nou, hier in Holland is het oogmerk vooral geld. En nut. En de Hollandse politiek is een soort struikelen van het ene incident naar het volgende. Er zijn andere manieren van waarnemen mogelijk, zal ik maar zeggen. Dus ik ben me heel goed bewust van dat dit aapje op een Hollandse manier geconditioneerd is. En ik weet dat er heel veel andere manieren zijn van conditioneren die niet per se beter of slechter zijn, maar wel anders. Dus ik weet dat als organisme ben ik per definitie beperkt. Dat is een van de redenen waarom ik het interessant vind om andere geesten te gebruiken die zich uitgedrukt hebben in een boek om te kijken. Voor mij is een boek een venster. Dus het opent een perspectief over, vanuit een perspectief wat mij niet bekend is of minder bekend is. Dat is interessant, want mijn perspectief ken ik nou zo langzamerhand wel. Ik zit er al 57 jaar doorheen te loeren. Snap je? Dus ja. En de wakkerheid, wil ik nog zeggen, en dat is niet om vervelend te doen, hoewel ik dat nou helemaal goed kan. Er is nooit een iemand wakker. Dus het is bewustzijn die wakker is of verkleeft. Dus ik kan mij wel heel wakker voelen, maar dat is meestal een signaal dat ik niet wakker ben. Want die ik die zit te veel op de voorgrond. Ik ben nu zo aanwezig. Christine. Hallo, ja. Hoi. Fijn je te zien. Pas was er iemand bezorgd om je. Ik heb een uur voor de deur gestaan. Ja. Maar nu ben ik toch binnen. Dat heb je met die zendkloosters. Een uur voor de poort staan, dan 6 jaar stront scheppen en dan misschien mag je naar binnen. Dan hebben jullie toch makkelijk. 2 tientjes, hup. Een luie mensen zat zijn dit. Ja, weer iets aan. Nee, ik heb 1 keer gehad, was ik zo ontspannen en toen luisterde ik iets van jou. En toen gebeurde er ook iets dat er iets switchte en toen zakte ik echt helemaal in dat zijn. Toen verdween ook helemaal mijn bedrijf en ik dacht, shit, hoe moet ik nu verder? Want ik kan helemaal niet meer niks meer bedenken, zeg maar. En dat is misschien echt dat je helemaal in het bewustzijn zit en ik kan me voorstellen dat ik nu meer vanuit ego dan soms me wakker voel nou, of zo? In een gewonere modus in ieder geval. Maar het gaat hier me vooral erom, nogmaals, dat er verschillende bewustzijnstoestanden mogelijk zijn. En wat wij natuurlijk prettig vinden is het toch een beetje in een sfeer houden, daarom begon ik over die Hollandse mentaliteit, dat we nog wel onze zaken kunnen regelen. Want de meeste mensen die je kent, en dat is niet, heb ik niet verzonnen, Ramana Maharshi zei dat al in de jaren 40, dan kwamen er mensen dingen vragen en ja, maar ik heb ook nog een bedrijfje en ik heb ook nog een gezin. Ah, u wil spiritualiteit, maar het mag uw leven niet in de war schoppen. Nou, zo zitten de meeste mensen erin. Ik moet nog wel gewoon om 8 uur opstaan, want om 8:30 dat tegenaan en de kinderen moeten naar vioolles. En weet je wel, ik wil er ook wel fijn, vind het ook wel fijn dat mijn kinderen me nog aardig vinden. En ik moet nog taart bakken, want de cupcakewedstrijd voor de buurtvereniging die is bezig. En al die dingen moeten doorgaan en tussendoor wil ik nog graag ontwaken. Nou, dat kan allemaal wel, maar ik ga niet echt opschieten. Meestal. Ja, die is herkenbaar natuurlijk. Pardon? Dat is herkenbaar natuurlijk. Nou, als we daar dus eerlijk naar kijken, dan zien we dat we dus, we willen dit en dit en dit en een heleboel dingen tegelijk. Nou, in het begin had ik het al over focus, van dan verdwijnen heel veel dingen uit beeld. Dus het gevaarlijke is dat als het virus toeslaat, je echt heel erg één punt gericht wordt
En heel veel andere dingen, ja, die worden dan geofferd. Nou, dat moet niet overdreven worden, maar ook niet onderdreven. Dus aan het ene uiterste hebben we iemand die 100 meesters wil dienen, dus alles wil houden zoals het was en verlichting graag. En aan de andere kant hebben we iemand die alleen maar zich daarmee bezighoudt en dan gaat de rest allemaal naar de kloten, wat misschien niet nodig is. Dus... Dan zit ik op het gezonde midden, denk ik. Dat denken we graag, ja. Hoop ik. Of die kant, ja. Oké, bedankt. Ik had nog even een vraagje over onveiligheid. Op het moment dat ik daar zit en niet een impuls voel om hier wat te zeggen of te vragen, zit ik gewoon in een bak met rust, niks aan de hand. Op het moment dat ik dus zoiets heb van, oh, dat, daar wil ik iets over vragen of zeggen, dan begint dus dat hele systeem. En kwam meteen de gedachte, is het niet gewoon een herinnering aan... het in het openbaar iets zeggen wat mijn systeem in de war schopt. En net zoals met verwarring, de herinnering aan jezelf kwijt te raken als ik in een verwarring zit, waardoor ik elke keer dat systeem zo ontregeld raakt. Snap je wat ik bedoel? Je zit heel vaag te kijken. Een oud gevoel van onveiligheid wat door een situatie getriggerd wordt, heeft niets met de situatie te maken, maar met een oud gevoel. Vandaar dat ik zo vaak zeg dat het handig is om dingen te doorvoelen. Dan kunnen we dat opruimen. Op een dieper niveau zitten er ook gewoon biologische dingen. Spreken in het openbaar vindt iedereen eng. Omdat we zijn sociale wezentjes. En afgaan of uitgelachen of uitgestoten worden is zo'n beetje het ergste wat er is. Ik zie niemand hier trillen die hier staat. Bijna iedereen vindt het spannend. En de een gaat er makkelijker mee om dan de ander. Door dingen die spannend zijn wat vaker te doen, kan de spanning ook verminderen. Ja, oké. Okay. Hoe vaak ik niet, en dan zit ik nog in mijn eindje, in mijn spreekkamer in Haaien, en dan komen mensen binnen en de helft is gewoon ultra zenuwachtig tot aan bang. En ik ben meestal vrij aardig. Maar ze plaatsen zich, ze zetten een stap voor zichzelf en ze plaatsen zich in een situatie waarin in ieder geval in de eigen beleving een beoordeling kan plaatsvinden. Of er is het idee, en dat klopt ook,
nou niet alles, maar dat ik heel veel van ze zie. Nou, aan de ene kant daar heb je ook gewoon van die menselijke programmeringen. We willen graag gezien worden en we zijn bang om doorzien te worden. Omdat we allemaal een beetje leugenaars zijn. Ook weer uit sociale angst. Dus sommige dingen kunnen uit ons privélevertje komen van een keer is er iets gebeurd enzovoort. Maar andere dingen die hebben een veel diepere component. Dus het is wel raadzaam om elke keer wel situaties op te roepen waarin dat systeem dus helemaal Nou, in ieder geval om ze niet te ontlopen en er gebruik van te maken op het moment dat ze zich aandienen. Als we in een meer volwassen en vrije modus willen functioneren. En verder moeten we denk ik ook er niet zo'n huisstijl van maken. Want uiteraard, van als je dan rustig zit en er wordt geen appel op je gedaan, daar is kalm en safe, want er gebeurt niks. Maar een gevoel van een beetje excitement hoeven we niet meteen als angst uit te leggen. Nee, dat merk ik ook steeds, dat het omgezet nu wordt van die hele extreme spanning naar gezonde, leuk gevoel van... Ja, yeah, right. Exact. Ja, dus het woord spannend, dat is een beetje eng en een beetje nieuwsgierig. Maar dat is niet een negatief iets per se. Nee. En ook al voel je een beetje spanning, je staat toch op en je staat hier en je staat niet te stamelen en tot nog toe lacht niemand je uit. En dus het valt allemaal wel mee. Ja. Dus het is soms leuk ook om te constateren van, oh ja, ego roept, het is kei spannend om te spreken in het openbaar. Good, dan ga ik spreken in het openbaar om te kijken wat er nou eigenlijk gebeurt. Want die kletsmajor, die maakt overal een drama van. Dit is vreselijk en dat is onoverkomelijk en dit red je nooit. En ja. Dat is een heel positief type altijd. Ja. Oké, dankjewel. Hans, even wat verwarring ontstaan, merk ik. Ik begrijp dat bewustzijn gewoon all-inclusive is in feite. Hè? Dus de gedachtenstroom, alles, weet je, dat hoeft niet weg of zo. Right. Sterker nog, dat gaat niet gebeuren. Nee. Als er heel veel heisa is het heel handig om even terug te stappen. Ja. Yeah. En wat er dan gebeurt, is dat er toch gewoon direct, dat het hier zakt en dat het gaat dan naar binnen, naar beneden. En dat is een hele prettige toestand. Yes. Wat er ook meteen gebeurt is, ik doe het niet goed of zoiets, weet je. Dus dan is het toch weer een soort houvast zoeken in, hoe kan dat en dat kan niet, weet je. Dat weet ik ergens ook, maar ik moet ergens beginnen. Uit die heisa komen en uit het... Nou ja, om te gaan staan gewoon in het midden. Hè? Dus dat is het in feite. En
ergens weet ik gewoon dat als het zakt, dan is er geen probleem, maar dan is ook niks uitgesloten, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Maar dan is het vanzelf stil in het hoofd. Ja, tenzij er over iets nagedacht moet worden. Ja. Ja, precies. Dus er is ook sinds de laatste drie luiken is er heel veel ook opgeschreven en dingen die ineens vallen omdat er allerlei verbanden een soort samenkomen van het patroon, zal ik maar zeggen. Ja, ik weet niet goed waar ik naartoe wil, maar ik merk dat het hielp me heel erg bezig. Dus ik zat daar en ik dacht... Het punt wat ik probeerde te maken daar straks, als ik me nog goed kan herinneren, is alleen maar dat vanuit, voor zover je dat al kan zeggen, het standpunt van bewustzijn dat het geen reet uitmaakt of er wel of geen gedachten zijn. Dus het oppassen van dat we geen negatieve houding naar het denken aan gaan nemen, wat in veel spirituele kringen voorkomt. Ook al omdat er geen onderscheid gemaakt wordt tussen werkelijk denken en wat wij denken noemen, die innerlijke dialoog of vijf man die met elkaar aan het ruzie. Dat is geen denken, dat is gewoon onrust in actie. Als dat plaatsvindt, dus vanuit het standpunt van het individu, om dan terug te stappen, ja, dat hoor je me 100.000 keer zeggen, is er heisa, het betekent eigenlijk alleen maar de dashboardlamp gaat aan, back off! Want je bent vergeten wat je bent en je hebt je opgesteld als een afgescheiden wezentje wat zijn hachje moet redden. Dus, en dan is de staat altijd min of meer eentje van paniek. Dus back off. Ja. Oké, dus vanuit het organisme gezien is dat het handigste. Maar op het moment dat er realisatie is, ik ben bewustzijn, ik observeer die hele zooi alleen maar. There's nothing that can touch me. Het zijn twee verschillende posities. Ik begrijp wat je bedoelt. En het is gewoon nog heel vaak nodig hier om gewoon terug te stappen daaruit. En daarmee kan er gewoon een soort loskoppeling komen van het hele gedoe. Ja, uiteraard. En idealiter ontstaat er vroeg of laat, maar daar gaan we niet over. Het besef van, oh ja, maar wacht even, ik ben niet dat organisme wat terug moet stappen. Ik ben bewustzijn wat het organisme waarneemt. En vervolgens, als dat stabieler wordt, dan gaan we merken dat dat bewustzijn eigenlijk vrij weinig interesse heeft in dat organisme. Want er is 360 graden om naar te kijken, zal ik maar zeggen. Nou, dat poppetje, ja, het is maar één van de verschijnselen. Ja. Niet heel veel interessanter dan een blauwe stoel. Nee, dus misschien, dat kwam ook voorbij. Denk, oh ja, er is nog wel heel veel interesse hoe het zich voelt en noem maar op, weet je. Maar als er heisa is, is het ook gewoon handig om naar daar te gaan. Want het hele systeem gaat gewoon signal red, weet je. Dus ja, ik begrijp wat je bedoelt. Ja. Goed. Hoi. Er zit al een tijdje met een gedachte in mijn hoofd dat ik gevoelens niet zo vertrouw. Ja, dat lijkt me heel verstandig. En desondanks zullen we zien dat we eigenlijk, of we het nu doorhebben of niet, meestal op basis van gevoelens beslissingen nemen. Wel. Ja, yeah, that's what we do. Hmm. Hoe werkt dat dan? Heel simpel. Nietzsche die zei dat een keer mooi. Van gevoelens, dat zijn de echo's van beslissingen in het verleden. En heel veel van die beslissingen, dat zijn emotionele beslissingen. Dus ik heb een keer voor het klasje een spreekbeurt moeten doen. Even linken aan spreken in het openbaar. En het ging gewoon falikant mis. En iedereen maakte me af. En lachte me daarna ook nog uit op het schoolplein. Dus de gevoelsovertuiging is, als spreken in het openbaar doe ik nooit meer. Hmm. En vervolgens, dat is nog maar één weefseldraadje, zal ik alle situaties waarin ik met meer dan één of twee mensen ben, ontlopen om dan mijn bek open te doen. Dus ik ga vermijdingsstrategieën aan de dag leggen. Ik word ICT'er. Want dan hoef ik alleen maar voor een scherm te zitten, niet met mensen te maken, want mensen zijn gevaarlijk. Nou, daar komen daarna hele verhalen bij van ja, ik was zo goed in programmeertaal en whatever, maar waarom ben ik überhaupt geïnteresseerd geraakt in programmeertaal? Dus iedereen neemt de hele tijd beslissingen op basis van gevoelens. Jonathan Haidt, een psycholoog, die vergelijkt die hele onbewuste gevoelssfeer, dus het onbewuste plus wat wij voelen, met een olifant en daarop zit een bereider. Maar die bereider stuurt niet de olifant, die levert de sales pitches, dus de rationalisaties, voor waarom de olifant naar rechts en naar links gaat. Maar heeft heel weinig invloed erop.
Nou, als iemand helder wordt, dan kan die bewust gaan worden van waaruit hij zijn beslissingen neemt, waar zijn voorkeuren of aversies vandaan komen. En kan daar een andere ruimte in ontstaan. Maar tot op zekere hoogte, geconditioneerd enzovoorts, blijft iedereen wakker, niet wakker, doet niet ter zaak. Daarom riep ik in het verleden wel eens, ik hou nog steeds wel van pindakaas en niet van hagelslag. Dat was vroeger zo, dat was tijdens dat de boel draaide zo en het is nog steeds zo. Dus sommige dingen veranderen erdoor, door een bewustwordingsproces of awakening of whatever, en andere niet. Het enige is dat ik me heel erg bewust ben dat op het moment dat hier een zogenaamde beslissing wordt genomen, dat die, tenzij die gebaseerd is op feiten, maar dus als die normaal plaatsvindt, van dit wel prettig, dat niet prettig, dat het een gevoelsbeslissing is die niet meer of minder waard is dan die van wie dan ook. Omdat die net zo gestuurd is, ik heb mijzelf niet gemaakt, maar ben ontstaan door allerlei factoren die ik niet in de hand heb, jij ook. Dus heel erg ruzie maken over voorkeuren lijkt me tamelijk onzinnig. Want ik weet niet precies waar ze vandaan komen, jij ook niet. Ja, hij doet dit nou eenmaal zus en hij doet dat nou eenmaal zo en zij vindt dit leuker. Ja, en daarmee zijn ratio en gevoelens eigenlijk niet zo erg. Pardon? Dat ratio en gevoelens eigenlijk helemaal geen gescheiden dingen zijn. Nee, sowieso niet. Wij vinden het heel leuk om al die dingen, hè? Dus mens en natuur en lichaam en geest, alsof het twee dingen zijn. Het is één systeem. Mooi. Een mooi inzicht. Dus iedereen nogmaals, die neemt de hele tijd op basis van gevoelens beslissingen en verzint er daarna een verhaaltje bij. En dat is heel grappig. En diezelfde onderzoeker, plus nog een paar anderen, dat vind ik dan ook heel leuk. Dan gingen ze onderzoeken of mensen met een hoger IQ en een hogere opleiding nou verstandigere beslissingen namen of niet. No, they don't. Die reageren dus ook op basis van dezelfde olifant in de metafoor. Het enige verschil is dat ze meer rationalisaties kunnen aanvoeren. Dus hele domme mensen die zeggen, ja, weet ik niet, voel zo. Weet je wel, ja. En een hoger opgeleid, zeer intelligent mens, die komt met zeer verstandig klinkende lulkoek om te verklaren waarom die besloten had linksaf te gaan. Dit betekent dus ook, jij beslist helemaal niks, je wordt besloten. En op het moment dat je dus bijvoorbeeld zit van hoe moet ik iets beslissen, dan betekent het dus dat die olifant niet weet waar die heen moet doen. En dan doe jij net alsof je de bestuurder bent en hem een kant op wil forceren. Nou, op een gegeven moment doet die olifant gewoon die kant. En dan begint het hier van, oh ja, nee, het is toch na ampele overweging toch besloten dat dit doen handiger is dan dat doen. Right. Dus wij vertellen onszelf dat we beslissingen nemen. Maar de beslissingen, en dat is vanuit ander onderzoek ook al lang bekend, dat op het moment dat in het bewuste deel van de geest komt, ik ga dit doen, is op het meetbaar, een halve seconde tot iets langer daarvoor, is de klik al gemaakt. Ja. En dan komt gekke Henkie nog een keer aan van, ik heb besloten om... Is goed jongen, keep dreaming. Ja. Ja, mooi. Dat vind ik erg geestig. Ja. En nu besluit ik dat het pauze is. Het is helemaal niet waar. De nicotinegehalte dalen gewoon tot een punt en dan moet dat aangevoerd.